Zo jongens en welkom allemaal bij deze gloed nieuwe aflevering van Minecraft Accreditation Skies of Minecraft Fullcraft 3 modpack. We gaan vandaag weer lekker verder doen met de Minecraft modpack en we gaan vandaag weer afreizen of we gaan vandaag een afreisje maken naar de Nether jongens. Want zoals jullie kunnen zien hebben we Blessed Bricks nodig voor überhaupt de watermeal te maken. En we hebben steel nodig. Dus gaan we even afreizen zo meteen naar de Nether. Maar meest en vooral beginnen met de chance, de Pandora box. De gewone chance group en de giant chance group natuurlijk. Dus ik zou zeggen, heel veel kijkplezier en let's go. Serieus? Ja, ik heb hem gesurrenderd. Ik heb hem ook gekillt. Voor het mocht wel. Rescue a guest from the Nether, bring it safely home to the overworld and kill it. Destroy a guest with a fireball. Ooh. Nice. Dubbel compressed sand. Dat is op zich wel ook heel lekker. Ik wil even. Mooie explosie. Ja, ik ben dood. Nou nee, jongens. Daar hing mijn mooie dingetje alweer. Is dat al van koper dat ik heb? 62, maar oh shit. Nou, goed jongens. Ik ga rap mijn spulletjes terug gaan halen en dan ben ik zo meteen terug bij jullie. Zo, ben weer terug jongens. Ondertussen zijn we bijna alweer dood gegaan. Ik merk nu wel, ja. Dat is wel een iets minder, want ik had iets van een 32 tot 35 levels en nu nog maar 7. RIP. Nee, ik had al een keer RIP levels. Ik heb al een keer RIP levels gehad. Nu heb ik blijkbaar weer RIP levels, dus ja, ik ben er niet echt heel blij mee momenteel, maar goed. Bon, kan gebeuren. Ja, ik heb er verder niet over klagen ook en zo. Weet dat kan allemaal gebeuren. Maar in ieder geval wel. Daarvoor had ik eigenlijk deze er ondertussen bij gezet, de tank. Omdat ik een tank ga maken, zeg maar. Omwille dat ik, ja, toch wel mijn levels wil gaan bewaren. Alles is dit nu niet echt meer goed uitgevallen, maar goed. Daarvoor moeten wij even nog deze doen. Ik had de XP drain liter ingezet en dat moest ik misschien wel nog doen, maar goed. Zo. Komt helemaal goed. Deze mag daar ook in. En dan gaan wij even de XP-drain hier binnen zetten. Of ja, ik denk dat we het hier gewoon gaan zetten in de hoek of zo. Ik denk dat we het hier gewoon gaan zetten, zeg maar. Dus dan hier even zo doen. Hier even dit doen. En dan. Laten we deze even nog weg doen. Ik ga het anders doen. Zo doen misschien. Kan
ook nog een X-Spray erin. Ik kan op zich wel nog een maken. Om iets meer tanks te hebben, zeg maar. En dan doen we even deze zo. Kunnen even hierop gaan staan. Dan zijn we sowieso onze levels niet gaan. Of raken wij onze levels niet meer kwijt. Uiteindelijk als we in de Nether zijn. En als we doodgaan daar tenminste. Aangezien dat nu wel al mijn levels al kwijt zijn, ben geraakt, is niet echt heel veel. Ja. Maakt het niet echt heel veel meer uit momenteel, maar goed. Dat terzijde dan maar zeker. Voor de rest heb ik redelijk wat eten mee. Heb ik een boom mee. Heb ik obsidian mee. Ik moet eigenlijk enkel nog de dingen maken. De flint en steel maken. En dat ga ik nu maken dus. Zo, flint en steel heb ik mee. Dan gaan we even een mooi plekje opzoeken waar we geen last van hebben van de Nether portal. En ik denk dat ik dat gewoon hier ga doen. Zo. Zo. Hier moet nog één omhoog. Let's go. Laten we op een heel goede span uitkomen. We need to go deeper. No. No way. Is it? Ja, dan kunnen we echt niet beter spannen nu. Ja. Je kunt echt niet beter spannen eigenlijk. Oké, nice. Gaan we wel nog heel eventjes een waypoint zetten naar onze portal toe. Ik moet alleen kijken waar dat was. Dat was hier naar omhoog. Dat was hier dan. Waypointje. Portaal. Zo. Wat ik wel moest doen. Wat misschien wel heel slim is voor te doen. Waar de chest is. Die chest is hier. Even deze flint en steel weghalen. Ik denk dat er hierboven ook al direct een dingetje is, een blaze spawner is.
Maar dit is echt wel heel nice, dit. En zo. Ik zie heel verkeerde monsters. Lijkt dat monster kan daar, dat ken ik totaal. Ah, dat is zo'n koe. Ik zie daar nog een fortress. Oké. Nu is alleen mijn question. Waar waren de dingetjes en dat was hier blijkbaar. Je kan ook geen één plek zoeken. Into fire, 1. Wat hoeveel heb ik er nodig? Ik moet een constructie maken van... Dan plus stress steel. Moet toch op een... Oké, nu ben ik dood. Oh god. Hier raak ik echt mijn dood tegemoet, ik meen het.
Nee. Eén blaas. Eén fucking blaas. En ik word geslaan door één blaas. Door één blaas word ik geslaan. Ja, weet je wat het is, jongens? Ik denk dat ik gewoon het simpel ga moeten doen. Weet je wat ik ga doen? En langs de ene kant is dat misschien echt heel cheap en zo. You know. Ik ga gewoon een full setje armor maken, diamond maken. We hebben de materialen toch. Moet ik even kijken wat deze moet ik dan zo doen. Yep. Hier zit ook nog wat dingen. Pak even dit mee en gaan we weer naar binnen. Gaan we weer naar de nether toe. Nou, let's go. We spannen sowieso al heel goed, dus dat is eigenlijk al heel goed eigenlijk. We hebben echt een heel goede spawn hier. Ja, dat is hier boven mij. Zo, kijk een keer aan. Maar we moeten dus een 3 op 3 constructie maken. In totaal 9. We kunnen het ook sowieso nog gaan verdubbelen, de place rolls, dus dat is ook het voordeel er nu aan. Dus op zich, als wij, ik denk, 10 place rolls hebben, dan wij denk ik wel genoeg gaan hebben. Moeten ze wel even nog gaan spannen. Terug. Denk nog eens en dan we dan wel toe gaan komen ermee. Natuurlijk, het nadeel gaat zijn, het gaat geen één spannen, dat dacht ik dus al.
Expander de track 3, hè. Of 2. Zo, we zijn klaar. Zo, klaar, wegwezen hier. Daar zie ik nog een guest. Komen we later wel nog even voor terug. Komen we echt later nog even voor terug. Ik ga ook even kijken daar ook. Hoe dat hier, wat dat hier juist is. Ja, en die noemt dus ook weer binnen, zo te horen. Hier zijn ook de blazes. Ja, wacht, misschien dat ik hier nog een waypoint kan zetten. Blaze. Spawner. Ga ik ook Blaze Spawner van maken. Blaze. Spawner. Zo. Zo. We kunnen gelijk een blaze spawner van maken van de waypoint. Is alleen maar beter dan zo. We horen het toch wel dus. Maar we zitten echt wel heel goed gespawnd qua, qua dingetjes eigenlijk. Moet ik zeggen. Echt wel een heel mooie spawn. Ik ga wel die ding nog meer pakken als ik het niet erg vind. Please, geen donker. Zo. Ja, men gelijk heeft de... Dan gelijk even verdubbelen. Kijk, kijk. Dit moeten we hebben. Gaan we maar. Gaan we zoiets maar doen. Ik denk dat we daarmee wel toekomen al. Smetten we daar even daarin. Moeten we even hier kijken. Voor dan de pipipipim. Zes, 32 gooien. Zes, 32 gooien. En zes al de dingen in gooien. Kijk, van dan krijgen we nu Nether Bricks. En van de Nether Bricks kunnen we dan uiteindelijk de Blast Fern maken. Samen met de gewone Bricks. Waarvan ik er hier nog 22 van heb. Op zich nog redelijk voldoende. Ga ik uiteindelijk wel nog meer nodig hebben. Dat is Spaghetti. Oké. Wacht.
2, 3, 4. Even te doen. Zo, gaan we deze even laten opvullen verder. Dat is gewoon puur voor de dingetjes te krijgen, door de Mobius Fuel te krijgen ook. Gewoon puur om dat nodig hebben nog. Spijt, die ga ik gelijk opeten. Jam, jam, jam. En dan denk ik dat we de volgende aflevering gaan de netherbricks gaan maken en de dingetjes gaan maken, zeg maar. Want het is ondertussen weer al tijd geworden. Ik weet, jongens, het staat heel snel. Ik zou eigenlijk de aflevering iets meer moeten kunnen spreiden en iets meer... Misschien wel iets meer gaan knippen, de afleveringen, dan jullie echt wel iets belangrijks zien. Alhoewel, ja, blaze powder gaan ze verzamelen. Ja, weet je, dat is ook wel nog belangrijk, moet ik zeggen. Dus... Maar het gaat wel redelijk goed met de aflevering. Dus jongens, ik ga even slapen. Ik ga heel eventjes richting de transferplek gaan en dan zijn we zo terug bij jullie. Zo jongens, we zijn weer terug en we gaan lekker de transcripts openen en de Pandora box, dus we gaan lekker starten. Let's go. Oh, bunnies. Rip bunnies. Thanks voor het vlees, maar rip bunnies. Ja, rip bunnies. Oké, volgende. Books of memes. Druid status, not sandstorm, not sandstorm. Okay, Book of Memes. Mag in de lava. Wow. Nee. Ja, dat zijn heel veel glasdingsjes weer. Dus met andere woorden weer een hele glasbol met allemaal heel veel verschillende. Ja, hoe moet ik het zeggen? Wat is dat? Met blok of zilver. Heb ik al. We gaan... ik denk dat dit een... blok of scenarium is. Blok of elektrum. Is er hier geen blok of... dat is dat. Het is eigenlijk heel handig voor mij te pakken nog. Dat is Cryotium, dus Bucket. Liquid glass. Mana. Ik wil eigenlijk iets van koper hebben. Als dat mag.
zijn heel... heel hard ingezoomd. Ik ben naar eens in het water gegaan, ik weet niet waar precies, maar ik ben naar eens in het water gegaan. Ik heb wel een aantal blokjes gekregen. Een aantal interessante blokjes. Maar ja, voor de rest is het allemaal ja, rotzooi. Dus. Goed jongens, ik ga hiermee lekker de aflevering afzetten. Hoop ik hebben van deze gloednieuwe aflevering. Hopelijk is mijn graafvonk terug bij een nieuwe aflevering. Zeker lijkt me een druk te niet raar super nice zijn. En dan zie ik al mijn graafvonk terug bij een nieuwe aflevering. Dus jongens, ik zeg voor nu, zoals altijd, bye. Bye.